Ik merkte dat de leerlingen vaak hun vinger in de lucht steken en dat ze dan stoppen om aan de oefeningen te werken omdat ze een probleem hebben. Dus in mijn klas gebruik ik het systeem van toiletrolletjes. Dat zijn wc-rolletjes die worden geverfd in rood en groen. Als de groene kleur naar boven staat bij zelfstandig werk, dan wil dat zeggen dat alles prima lukt, dat ze niet met een probleem zitten. Draaien ze een rolletje naar rood, dan is dat signaal voor mij van oké, die leerling zit ergens met een probleem. Ik ga niet altijd zelf helpen bij de leerlingen. Daarvoor heb ik het systeem van de kapiteins in de klas. Die kapiteins reageren net zoals ik op toiletrolletjes. Dus als een leerling met een probleem zit, dan is dat voor de kapiteins een signaal. Ik kan bij een leerling hulp gaan bieden. Verticaal is een rechte lijn naar boven. Oh nee. Ja, dan moet dus schuin getekend worden. Ja, mijn ervaring is eigenlijk dat de leerlingen respectvol leren omgaan met elkaar. En dat ze een fijn gevoel overhouden aan elkaar helpen, maar ook aan een oplossing vinden voor hun probleem. En dat is het grote voordeel van zo'n systeem, dat je samen met je leerlingen eigenlijk tot betere prestaties kan komen.